Ik lees dus net, 10 minuten geleden, in de Google nieuwsberichten op mijn tablet, over de uitspraak van het gerechtshof over de rookruimtes in cafés en restaurants, dat die gewoon niet meer mogen. Eens te brengen mij van, hoe dom zijn ze? Ja, dat die stichting kan, je anti-rookbeleid, weet ik wat allemaal. Misschien ben ik ook wel apart daarin, want ik heb altijd moeite gehad met overheid en dat soort dingen. Bepiepelen, daar ken ik sowieso slecht tegen, want we zijn allemaal, als mens, horen wij in het systeem wat moeder aarde ons biedt. Zonder bijen, geen bestuiving, zonder mensen gaat de aarde ook kapot. Waarom zijn ze zo fel tegen dat roken, wat mensen al eeuwenlang doen? En als je het gaat verbieden in de cafés en restaurants, gaan al die cafés en restaurants failliet. En als de accijnsbelasting wegvalt hier in Nederland, dan komen we pas in een echte crisis. Wat wil ze nou eigenlijk? Ik zit hier eigenlijk een beetje gewoon te koken van die beslissing. Van een groepje mensen die zich zo overdreven hard maakt om ons mensen, we moeten werken voor een maatschappij, voor een overheid, voor een economie, moeten we werken. Ik zeg eerlijk, ik hoor er ook niet bij. Dat is een heel ander verhaal, daar hebben we het nu niet over. We hebben het nu over het rookbeleid. Zijn ze nou zo dom? Zijn ze nou zo, zit ze nou in zo'n tunnelvisie voor die financiële macht eigenlijk, die ze eigenlijk gewoon ook een keertje kwijtraken door dit soort beslissingen? Want zeg maar zelf, 10 jaar geleden is de rookbeleid ingevoerd. Alle horecagelegenheden waren tegen. Alle mensen waren tegen. Wat gebeurt er? Het rookbeleid komt er. En het is niet het eerste voorval, hè? Want ik stond ook een aantal jaar geleden op het Malieveld demonstreren voor een andere regering. Dat mocht niet. In ons democratische landje. Wat mogen we over nog eens 10 jaar, wat mogen we dan nog wel? Nee, is het nou zo? Ze zijn gewoon bang voor ons, denk ik. Maar als we ons vernietigen, dan is er ook niets meer. Dan hebben ze niets meer om de macht op te botsen of uit te oefenen. Anyway, ik snap er geen reep van. En wat kan doet, kan niet.